Hallo en welkom bij Boom in Meppel. We hebben hier een prachtig groot terrein en we hadden Boom last van. Nou ja, eigenlijk hadden ze geen last. Maar ze hadden heel veel gras. Gras, mooi vlak gemaaid. En dat gaan ze veranderen. Ze gaan hier een prachtig geheel van maken. Het is ingezaaid. Er komt nog meer bij. Ik zie al plantjes klaarstaan die nog geplant worden. Het wordt hier een prachtig spektakel. En daarbij zouden ze het ook heel leuk vinden om ook wat te doen of ook bijen te hebben. Gewoon bijen te hebben. We hebben bedacht dat er twee kasten konden staan. Die staan achter me, die hebben we net geplaatst. Gaan we zo openzetten. En er staan hier een paar prachtige bomen in bloei. Daar kunnen ze gelijk van genieten. Ziet er heel netjes uit. En nou, we gaan ze zo openzetten en we gaan ze laten vliegen. En dan gaan de bijen zich instellen. Dat heet, ik noem het altijd een GPS-je instellen. Ze gaan op een gegeven moment, als de zon er een beetje bij komt, gaan ze lekker invliegen. Gaan ze kijken, waar is onze kast? En je ziet twee kasten naast elkaar staan. Nou, dat wordt geen enkel probleem voor de bijen. Ze weten dan precies te plaatsen met hun GPS-je waar dus hun kast is en waar hun volk is. Ook als ze verder weg zijn, ze komen terug. Zelfs als ze de kast dan zeg maar over een week een meter naar achter zet, dan komen ze verkeerd terecht. Dan zijn ze hun kast kwijt, want dat is ingesteld op hun huis. Fantastische GPS, daar kan Google wat van leren. We gaan ze openzetten. Ik doe zo even mijn kap op, want dan kan ik er makkelijk voor staan zonder dat er een bijtje denkt van, ik val je aan. Bijen verdedigen altijd, zeg ik dat ze vallen niet aan. Maar we gaan eens kijken of ze naar buiten komen. Het is nog fris, maar het is hier uit de wind. Zonnetje erop, zou het moeten lukken dat ze een paar naar buiten komen en dan gaan ze lekker vliegen. En dan hoop ik binnenkort meer filmpjes te plaatsen bij de controles. Een aantal filmpjes dit jaar, niet om te leren inbekeren, maar gewoon in de kast te kijken. En dan kan op bijenhuren.nl. Volg de vlogs van Boom en dan komt het allemaal goed.